Dit is de kerktoren van de Nicolaaskerk aan de markt in Valkenswaard. Diezelfde markt is eenmaal per jaar het middelpunt van de activiteiten rond het bloemencorso. Ieder jaar op de tweede zondag van september trekt in het centrum van Valkenswaard een spectaculaire optocht voorbij van praalwagens en muziekkorpsen. Jong en oud, groot en klein komen naar Valkenswaard om te genieten van de sfeer en zich te vergapen aan de gigantische corsowagens waaraan honderden vrijwilligers maanden hebben gewerkt. De Dahlia Parade in Valkenswaard is een evenement met landelijke bekendheid dat al zo'n 50 jaar plaatsvindt in het centrum van Valkenswaard. De basis voor de parade wordt gevormd door de Dahlia. Deze kleurige herfstbloeier wordt in grote getalen verwerkt op de corsowagens, waardoor de meest prachtige creaties ontstaan. De Dahlia is bij uitstek geschikt om te verwerken in gigantische tableaus. Na de pluk blijft de bloem nog zo'n 4 dagen bruikbaar. Het hart van de bloem is stevig genoeg om doorboord te worden met een spijker, waarna de bloem kan worden vastgespeld op de corsowagens. De diversiteit in dahlia's is enorm. Er zijn kleine bolvormige pompons en wat grotere, zogeheten decoratieven. De dahlia's luisteren naar de meest fantastische namen, zoals White Aster, Purple Gem, Golden Scepter en Arabian Night. Al vroeg in het jaar moeten de vele duizenden knollen gescheurd en gesorteerd worden, zodat zij, zodra de natuur dat toelaat, op de dahliavelden kunnen worden uitgezet. Een vaste ploeg vrijwilligers houdt zich bezig met de vaste werkzaamheden die nodig zijn om de velden na de winter geschikt te maken voor beplanting. Zodra de vorst verdwenen is, worden de knollen en stekken geplant. In de maanden april, mei en juni komen de eerste groene blaadjes boven de grond. En al gauw staan de velden vol met frisse, jonge planten waaraan hier en daar al een enkele dahlia prijkt. Er wordt veel tijd besteed aan zorg voor de velden. Zo moet zeer regelmatig onkruid gewied worden, zodat de dahliaplant onder optimale omstandigheden kan groeien. Op de Valkenswaardse dahliavelden staan zo'n 40.000 planten, samen goed voor een opbrengst van miljoenen bloemen tot aan het eind van het seizoen. Een speciale bloemen- en veldcommissie regelt niet alleen de werkzaamheden in, op en om de velden, maar verzorgt ook de in- en verkoop van de vele miljoenen bloemen. Zij onderhouden contact met andere corso-gemeenten en dahlia-leveranciers om er zodoende voor te zorgen dat alle mogelijke kleuren en varianten beschikbaar zijn voor het eigen corso in september. Vanaf juli worden de dahlia's regelmatig geoogst. Dit oogsten gebeurt met de hand, waarbij alleen de bloem, dus zonder steel, wordt verwijderd. In diverse plaatsen in binnen- en buitenland worden bloemencorso's georganiseerd. Een groot aantal van deze corso's wordt voorzien van Valkenswaardse dahlia's.
De oogst loopt door tot eind september. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers is weken achtereen op de velden aanwezig om het vele werk te verrichten. Mensen van alle leeftijden en uiteenlopende achtergronden werken met veel plezier in de vrije uurtjes op de kleurrijke dahliavelden. Het plukken van de dahlia's is vooral een gezellig gebeuren. Ook al probeert men om samen in een zo kort mogelijke tijd de manden te vullen, er blijft altijd nog tijd over voor een gezellig kopje koffie. Ook de inwendige mens wordt uitstekend verzorgd. Al vroeg in het seizoen beleggen de besturen van de diverse buurtschappen vergaderingen om samen met de ontwerper plannen te maken voor het komende bloemencorso. Dit overleg gebeurt in klein en groot verband. En ook de buurtschappen onderling bespreken hun plannen voor het corso in september. Iedereen luistert aandachtig naar de gedetailleerde uitleg over de corsowagens en het spektakel er rondomheen. Opzet is te komen tot een kleurrijke en boeiende dahliaparade om de tienduizenden bezoekers op de tweede zondag in september te vermaken. Maar zover is het nog lang niet. Eerst zal moeten worden begonnen met het bouwen van de gigantische tenten. Overal in Valkenswaard verschijnen deze bouwwerken die dienen als huisvesting voor de enorme praalwagens. Het model van de tenten verschilt per buurtschap en is aangepast aan de vorm van de wagen die gebouwd gaat worden. Als de tent is gezet en het basischassis is binnengereden, kan worden begonnen met de opbouw van de verschillende wagens. De ontwerper heeft een gedetailleerde bouwtekening gemaakt aan de hand waarvan de buurtschap corsowagen kan gaan opzetten. De vele vrijwilligers, zowel amateurs als technische vakmensen, gaan in hun vrije tijd samen aan het werk om de stalen staketsels vorm te geven.
tientallen kilometers betonijzer, enorme hoeveelheden lasdraad en honderden meters karton en tempex worden verwerkt in de metershoge vervaarten. Jong en oud zijn behulpzaam bij het tot stand brengen van de rijdende kolossen. Iedereen heeft een eigen taak bij de bouwwerkzaamheden. Zo zijn er ploegen voor het ijzerwerk en kunnen anderen zich uitleven in het beplakken van de wanden en figuren. Een kopje koffie mag hier natuurlijk niet ontbreken. Na weken van noeste arbeid is een wagen gerealiseerd waarop techniek en creativiteit zijn samengesmolten. De wagen is klaar voor de finishing touch, het opbrengen van de honderdduizenden dahlia's. Ieder jaar kiest het bestuur van de Stichting Bloemencorso in overleg met de regie een thema voor de parade. Als thema is dit jaar gekozen voor In Beweging. Dit thema is door de diverse buurtschappen uitgewerkt tot een spectaculaire combinatie van techniek en wetenschap. Het is altijd weer een prachtig gezicht hoe vele buurtbewoners, jong en oud, bezig zijn met het Valkenswaardse bloemencorso. Ook de voorbereiding van een klein kindercorso in een van de buurtschappen wordt dan ook met veel enthousiasme gedaan. Zo vertrekt voorafgaande aan de Dahlia-parade op de tweede zondag van september een mini-corso door de wijk. En geldt ook hier, jong geleerd is oud gedaan. Voorafgaande aan een dag hard werken is een stevig ontbijt zeer welkom. De meeste bouwers en prikkers hebben de hele nacht van vrijdag op zaterdag al doorgewerkt, wanneer de eerste kinderen bij de tent arriveren om te helpen bij het voorprikken. Eén voor één worden de dahlia's in de hand genomen en voorzien van een stalen speld recht door het hart van de bloem. Ja.
Na afloop is er voor ieder kind een lekkere tractatie als dank voor de hulp die zij hebben verleend. De meest fraaie dahlia's, zoals White Aster en Arabian Night, worden door honderden vrijwilligers volgens een door de ontwerper bedacht patroon op de wagens aangebracht. Omdat de dahlia's na de pluk slechts 3 à 4 dagen bruikbaar zijn, wordt pas op vrijdagavond voor de dahlia-parade begonnen met dit monnikenwerk. Dit geduldige werkje is de laatste uitspatting van buurtgemeenschapswerk voordat in alle vroegte op zondagmorgen het gevaarte de tent uit zal rollen. Eindelijk, op de tweede zondag in september, breekt de dag van de parade aan. Zo'n 30.000 toeschouwers worden getrakteerd op een fantastisch kleurrijk schouwspel van praalwagens, muziek en bekende showkorpsen, toneel en dweilorkesten. Er is door de buurtschappen op allerlei manieren nadruk gelegd op de uitbeelding van het thema in beweging, zowel letterlijk als figuurlijk. Al jaren is het in Valkenswaard traditie om rondom de dahlia-parade allerlei activiteiten te organiseren om de bezoekers te vermaken. Het Valkenswaardse bloemencorso kan dan ook niet meer zonder de gezellige muziekjes, de artiesten en de theatermensen. Door alle activiteiten is het Valkenswaardse bloemencorso uitgegroeid tot een hooggewaardeerd evenement dat niet meer is weg te denken uit het gezellige dorp in de Brabantse Kempen. Thank you.
na de Tweede Wereldoorlog is begonnen als een bescheiden bevrijdingsoptocht van versierde fietsen en boerenkarren, is nu uitgegroeid tot een dynamische Dahlia-parade waarbij de toeschouwers zelf ook steeds meer worden betrokken. Niet alleen muziekkorpsen uit eigen land komen graag optreden in Valkenswaard. Ook bij korpsen uit het buitenland is het bloemencorso van Valkenswaard een begrip. De ontwikkeling van de corsowagens wordt steeds geavanceerder. Een mooi voorbeeld hiervan is deze wel heel bijzondere corsowagen die gebouwd is als een gigantische pop-up kaart die tijdens de optocht steeds in- en uitklapt. Weer of geen weer, het bloemencorso gaat door. De toeschouwers laten zich niet afschrikken door een enkele regendruppel en de corsobouwers worden zo mogelijk nog fanatieker in hun missie om het publiek te vermaken. Na weken verstopt te zijn geweest in de speciaal daarvoor opgezette tenten, kan nu iedereen zich vergapen aan de door mankracht voortbewogen corsowagens. Niet alleen op Corso Zondag, maar ook de dag daarna zijn de wagens te bezichtigen. Op maandag worden zij tentoongesteld op het Marktplein in het centrum van Valkenswaard. En dan wordt voor de laatste keer dit corso-seizoen een beroep gedaan op de bouwers van de buurtschappen. Dit keer niet om te bouwen, maar om het product van nijvere arbeid af te breken en te reduceren tot een hoopje schroot. Gelden er bij de bouw van de wagens allerlei bouwtechnische regels en voorwaarden, bij de sloop moet rekening worden gehouden met de milieuvoorschriften en veiligheidseisen. Al met al een niet alledaags karwei waarvoor de vele Valkenswaardse corsobouwers graag een vrije dag over hebben. Wat hergebruikt kan worden, wordt gespaard. Al het andere afval gaat keurig gescheiden in grote containers, zodat het volgens de laatste milieunormen kan worden verwerkt. Hard werken maakt hongerig. En gelukkig wordt ook tijdens deze laatste activiteit de inwendige mens goed verzorgd.
succesvol corsojaar zit daarop. Alle materialen zijn weer opgeborgen en de ontwerpers buigen zich alweer over het thema van de komende Dahlia-parade. De bouwers zijn tevreden, de organisatie kan terugkijken op een geslaagd evenement en de toeschouwers kijken uit naar de tweede zondag van september, wanneer weer zal worden gezorgd voor een gastvrij onthaal tijdens de Dahlia-parade van Valkenswaard. Na het bloemencorso is het eind september, begin oktober tijd om de knollen uit de grond te halen. Ze worden gesorteerd en verpakt in kisten, waarna ze in een vorstvrije ruimte op worden geslagen. Zo zijn ze klaar voor hergebruik voor het komende jaar. Natuurlijk maken ook bij deze activiteit vele handen licht werk. En gelukkig zijn ook hier vele Dahlia-vrienden te vinden die in de herfst alle knollen uit de grond komen halen. Ze ontdoen de planten van het loof en verzamelen alle knollen in kisten. Een groot gedeelte van de Dahlia-planten wordt hergebruikt. Slechts een klein gedeelte van de benodigde planten wordt nieuw aangekocht in de vorm van stekken. Zo eindigt het Dahlia-seizoen in Valkenswaard en beginnen de knollen aan hun overwintering, wachtend op het voorjaar, wanneer zij weer tot bloei zullen komen op de Valkenswaardse Dahlia-velden.